het hoofd en niet de staat. Enkel op en niet vandaag. Ik ben een overwinnaar en ik wandel in geloof. Wandel in geloof, vol geloof, vrij van angst. Tot u zal ik haar benaderen. U roept mij, kom. Zeker in deze tijd, nu we niet elke week kunnen samenkomen, missen we het samen zijn echt enorm. En daarom willen we samen meer dan ooit uitdragen met elkaar. Wij staan sterk op de rots, Jezus Christus, wat op hem, wat op hem, wat je nooit teleurgesteld. Hij staat voor wat hij zegt. Sterk op de rots, Jezus Christus. Wij staan sterk op, wij staan sterk op de rots, Jezus Christus. Wat een rots is Hij, want door Hem word je nooit teleurgesteld. Oh, je stelt nooit teleur, want Hij staat voor wat Hij zegt. Hij maakt je leven, oh, je vervult ons leven. Thank you.
hebt steeds je trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap. Heer, u draagt de zegenkroon. U mijn helper en beschermer. U mijn redder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Waar uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar u bent, verstilt de onrust, want u draagt de zegenkroon. Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Halleluja. Jezus overwon, Jezus overwon. Halleluja. Wij zijn in de wereld daar bent. Voel dat er niemand is die mij kent zoals u mij kent. Door u bedoeld, door u gemaakt. Hey, het is uw liefde die mijn hart elke keer weer raakt. Ben ik down, tot u mij op. Hey, val ik neer, hapt u mij weer echt op. Hey, ik zou niet weten waar ik was zonder u, Heer. Zonder hoop, ongelooflijk kapot, Heer. Heer van mijn leven. Aan mijn hart, uw lichaam aan en ermee verdwijnt het zwart. Ik heb u nodig in mijn leven meer dan ooit. Wil dat de plan zich in mijn leven voltooit. Met mijn ogen op u gericht. Hey, zoek ik nu uw aangezicht. Hey, ik wil weten wat u over alles denkt, Heer. Ik wil meer en meer weten wie u bent, Heer. Geloof doen we samen. We zijn verschillend, maar respecteren elkaar. Waar de een zwak is, is de ander sterk. Wij zijn er voor elkaar. Wij zijn verbonden, want er zit kracht in eenheid. Wij zijn kerk in het groot en kerk in het klein. Samen jullie. Sta vast op de rots, ik zal niet wankelen. Geest die in mijn woont, is een zekerheid. Die is uw woord en uw stem die mijn leven leidt. U bent mijn God, wat kan mij gebeuren? Ik sta vast op de rots, ik zal niet wankelen. Want u bent mijn God, wat zal mij treffen? Ik ben omgeven door u, ik zal niet twijfelen.
Hallo lieve mensen, wat ontzettend leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe livestream waar we het hebben over genezing. Al een tijd hebben we het over genezing. Het is onderwijs over wat de Bijbel zegt over genezing. Gods wil aangaande genezing. Recht toe, recht aan, vanuit de Bijbel. Eenvoudig te begrijpen en enorm krachtig omdat het gebaseerd is op wat het woord van God zegt. En ik vind het ontzettend leuk dat je kijkt. Het kan zijn voor jezelf, het kan ook zijn voor mensen om je heen. Het kan ook zijn om voor jezelf te checken, hebben we wel een gezond en een goed en een bijbelvast beeld van hoe God denkt over genezing en waartoe Hij ons geroepen heeft. Gods wil voor jouw leven is dat je genezen en gezond bent. En alle voorzieningen zijn getroffen vanuit God, zodat wij mogen wandelen in gezondheid en genezing. En daar zijn we ons in aan het verdiepen en we kijken naar het woord van God. En we hebben heel wat series gehad, we krijgen prachtige vragen, we kunnen mensen helpen met antwoorden. En voor sommige mensen is het ook een heel gevoelig onderwerp. En sommige mensen die hebben daar iets in, zijn er al een keer in uitgestapt of zien niet die manifestatie van genezing. Maar daarom is het juist ook zo belangrijk om ons te blijven uitstrekken en te kijken wat zegt Gods woord. Jezus zegt uiteindelijk, je zal de waarheid kennen en de waarheid maakt je vrij. Ik vind het ontzettend mooi dat je kijkt op de plaats waar je bent. Ik geloof echt dat het woord van God is krachtig, het is levend, het is geest en leven. En het zal iets doen in je hart, het zal je transformeren van binnenuit. En we bidden ook echt dat genezing zal stromen in jouw leven. Ik wil beginnen met een kort gebed. Vader, ik wil u danken voor uw woord. Ik wil u danken, Heer, dat uw woord levend is en krachtig. Ja, geest en leven. Heer, dat er zoveel kracht zit in uw woord, dat demonen vlieden, dat ziekten moeten gaan, Heer. Dat we daardoor gezondheid en genezing ontvangen, want uw woord is medicijn. Het is letterlijk medicijn. En dus, Heilige Geest, we vragen u om ons te leiden in de volledige waarheid. Kom met openbaring in de machtige naam van Jezus. Amen. Prijs de Heer. Dus, vandaag wil ik spreken over het onderwerp het verlossende werk van Jezus Christus. Het is zo belangrijk dat we daar inzicht in hebben, het verlossende werk van de Heer Jezus Christus. Want, weet je, de basis van ons geloof, de Bijbel leert ons dat geloof komt door het horen. Hè, en het horen van het woord van God. Dus, wij moeten onze doctrines en onze woordbasis moet sterk zijn, willen we ook krachtig in geloof staan. Waarom is het belangrijk om krachtig in geloof te staan? Nou, geloof is de bepalende factor waarmee we in overwinning wandelen of niet. Wanneer we het land in bezit nemen of niet. Dat kun je lezen in Hebreeën hoofdstuk 11. In Hebreeën hoofdstuk 11 zie je allemaal geloofshelden. Je ziet dat deze geloofshelden, die nemen terrein in. Die breiden het koninkrijk van God uit. Die zien de vervulling van de belofte. En de key component zou je in het Engels kunnen zeggen. Weet je, het sleutelelement daar is het geloof. Hun geloof. Het geloof van deze mensen. Hun geloof in God. Hun geloof in de geopenbaarde wil van God. En hetzelfde is nog steeds waar voor jou en mijn leven. Geloof is de sleutel. En daarom wil ik het vandaag hebben over het verlossende werk van de Heer Jezus Christus en gaan kijken wat zegt de Bijbel nou precies daarover, zodat je daar een complete beeld van krijgt, zodat je geloof krachtig mag zijn in het verlossende werk van Jezus en dat je mag wandelen in datgene wat Hij voor jou en voor mij beschikbaar heeft gesteld. De hele tijd dat Jezus op aarde was hier, had Satan geen autoriteit en macht over hem. Geen autoriteit en macht over hem. Omdat Jezus geboren was met God als zijn vader. En niet uit een natuurlijke man. Jezus was naar de gelijkenis van God. Hij was naar de gelijkenis van God en we begrijpen dat. Maar als wij dat beseffen, dan zien we ook dat zonde, hè, wat je ook kan beschrijven als geestelijke dood, was niet in de geest van Jezus. Hij droeg dat niet met zich mee. Hij moest geboren worden uit een maagd. Als hij was voortgekomen uit een man, dan zou er dood in zijn geest geweest zijn. Want alles brengt voort naar zijn eigen aard. En Adam bracht een geslacht voort waar de geestelijke dood, zonde, in door werd gegeven aan de volgende geslachten. Dus de Vader, de Geest van God, overschaduwde Maria en er werd een heilig iets in haar verwekt. En er moest wel een maagdelijke geboorte zijn, want een mens moest de prijs betalen voor de overtredingen van de mens. Maar een zondig mens kan die prijs niet betalen. Een zondig mens kon niet dat offer zijn. Dat perfecte offer wat nodig was om de mens terug te kopen. Om het zo maar zeggen, vrij te zetten van die schuld, die zonde schuld, die zich had genesteld in de natuur van de mens. Dus Jezus werd geboren, kwam in het vlees, geboren uit een vrouw, zodat hij als mens de prijs voor jou en voor mij kon betalen.
En al die tijd dat hij op aarde was, kon Satan hem niet raken. Weet wel dat Satan degene verwachtte die hem de kop zou vermorzelen. Dat was immers al voorzegd door God zelf in Genesis 3, vers 15. En hij keek al jaren uit naar die persoon. Weet je, wie zou daar geboren worden? Het zaad van de vrouw zou de kop van de slang vermorzelen. En geen wonder dat er dus allerlei acties al waren geweest. Of je het nou hebt over de tijd in Egypte, waarbij alle kleine jongetjes werden vermoord. Of in de tijd van de geboorte van Jezus, waarin Herodes daar de opdrachtgever was, geïnspireerd vanuit de duisternis om alle kleine jongetjes te vermoorden. Je ziet dat er een tactiek was van de vijand, want hij was voortdurend op zoek naar diegene waarover geprofeteerd was, die zijn kop zou gaan vermorzelen. Oké? En daarom zie je ook dat op een gegeven moment, toen Jezus zich begon te manifesteren, heeft de Satan wel geprobeerd om hem te doden. Hij zette mensen tegen Jezus op. Hij probeerde Jezus van een rots af te duwen, probeerde hem te stenigen. Maar Jezus liep gewoon weg. Je kent die verhalen. De Bijbel zegt dat hij zichzelf onttrok aan hun gezelschap. Satan kon hem nooit raken. Wat hij ook deed, dat was nooit een probleem voor Jezus. Het was geen probleem van Jezus. Hij bestrafte hem. Hij bestrafte de Satan, de duivel, overal waar hij hem tegenkwam. Hij stond op het woord, een hele belangrijke sleutel. En ook al werd Jezus verzocht, in de Bijbel staat dat hij verzocht werd, zoals ook wij verzocht worden. Hij was mens, zoals jij en ik. En hij wist wat hij moest doen, en dat deed hij ook. Dat is een belangrijk ding. Dus, en we kunnen leren van Jezus, en we gaan leren hoe dit verlossingsplan tot stand komt, maar ook leren van Jezus hoe wij dit leven kunnen leven in overwinning. Satan kon geen vat krijgen op zijn leven. En dat zie je dus ook in Hebreeën 4, vers 15, zie je dus wat de Bijbel zegt over Jezus. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Hoge priester met een hoofdletter refereert naar Jezus Christus. We hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Anders gezegd, elke vorm van tegenstand, elke vorm van verzoeking, elke vorm van misleiding heeft Jezus aan den lijve ondervonden. Hij herkent, hij heeft medelijden, sympathie zou je kunnen zeggen, zoals de Engelse Bijbel het noemt, met alles wat wij ook meemaken. Het bijzondere van Jezus was zonder zonde. Hij ging overal doorheen, de verzoeking, maar het was zonder zonde. Jezus, de dierbare, was de enige zoon van God. God had geen andere zoon. God had zijn andere zoon, zijn eerste zoon Adam. Weet je, wat eigenlijk ook uit God gemaakt en uit God geboren was. Die hij schiep, die heeft hij verloren. En Jezus was de enige zoon van God. Jezus kwam in het vlees en heeft alles voor ons teruggenomen. Alles wat aan ons gegeven had moeten worden. Hij betaalde de prijs voor onze zonde en Adams overtreding in zijn eigen geest en in zijn eigen lichaam. Hij nam die schuld, die prijs die betaald moest worden, die nam hij op zich als perfect offer. Hij onderwierp zichzelf aan de zonde. Niet omdat hij zonde had in zijn eigen leven, maar omdat hij kwam in de vorm van zondig vlees, sinful flesh. Hij kwam in dit bestaan hier, zonder dat zonde in hem was, nam hij onze plaats en onderwierp zichzelf aan die zonde. De zonde werd op hem gelegd en hij onderwierp zichzelf eraan. Hij accepteerde dat. Hij onderwierp zichzelf aan Gods vijand. Deze Satan, de tegenstander, die uiteindelijk natuurlijk is voor God geen opponent, is voor God geen tegenstander, is van een hele andere orde, maar probeerde wel God overal te dwarsbomen in het plan wat God heeft met de mens. Dus Satan kon hem, Jezus, op geen enkele manier raken, maar Jezus maakte zichzelf gehoorzaam aan de dood, omdat hij wist dat hij gestuurd was om de prijs te betalen voor de overtreding van de mens. En waar ik nu naar wil kijken is dat Jezus handelde op aarde volgens het woord van God. Dat is een belangrijke sleutel. Want als hij volledig mens was, zoals wij ook volledig mens zijn, hij liet zien hoe je als mens overgegeven aan God, in onderwerping en gehoorzaamheid aan God, gevuld met de Heilige Geest, machtig met God kan wandelen, grote wonderen kan doen. En dat is een voorbeeld voor ons. En kan wandelen in overwinning over de Satan. Hij deed het als mens. En daarom is hij voor ons een groot voorbeeld. Hij nam onze plaats in. En in de Bijbel staat dat hij voor ons tot zonde gemaakt werd. Staat in 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 21. Zodat wij de gerechtigheid van God gemaakt zouden worden. Hij werd tot zonde gemaakt. 2 Korinthe 5 vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, Jezus,
heeft Hij, God, voor ons tot zonde gemaakt. De zonde, onze zonde, al onze misstappen, maar ook de zondige natuur, werd op Jezus gelegd. Hij werd tot zonde gemaakt. Opdat wij, er was een uitwisseling, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. Een uitwisseling vond plaats. Hij nam onze plaats in en nam al onze zonden. De zonde werd op Hem gelegd, die op ons lag. En het rechtstaan met God, wat Jezus had, wat we noemen gerechtigheid. Rechtstaan met God, niks, geen hindering, geen hindernis, geen beperking tussen God en mensen. Die gerechtigheid werd gegeven aan ons. Oh, wat belangrijk, lieve mensen, om te beseffen dat wij de gerechtigheid van God in Hem zijn. Dat we rechtstaan met God. Oh, wat wil de duivel graag allerlei dingen daartussen brengen. En jou laten voelen alsof de weg niet open is naar God. Maar de Bijbel is zo duidelijk. De Bijbel is zo duidelijk. Dat aan ons is de toegang gegeven, Hebreeën 4 vers 16. De toegang gegeven tot de troon van genade. Halleluja, de toegang, de vrije toegang tot God. Jezus deed dat, weet je, die weg die hij ging, die deed hij door een gebod. Jezus handelde op aarde volgens het woord van God, zoals wij ook zullen moeten wandelen vanuit Gods woord en Gods gebod hier op aarde. God verandert geen dingen. God verandert geen dingen. Jezus handelde naar het woord van God. En dat is een principe wat werkte vanaf het begin van de schepping tot aan vandaag de dag. Wij moeten leren te wandelen volgens het woord van God. Wij moeten leren onszelf te onderwerpen aan het woord van God. Jezus zei in het boek Johannes dat hem een gebod gegeven was. Lees maar eens met me mee, Johannes hoofdstuk 10, vers 17. Daarom heeft de Vader mij lief, zegt Jezus, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Zie je dat? Jezus zegt, ik geef mijn leven om het opnieuw te nemen. Daarom heeft de Vader mij lief, vers 18. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Je ziet een keuze van geloof en gehoorzaamheid aan de opdracht van zijn Vader. Ik heb de macht, ik heb macht, staat het te geven. En ik heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Zie je dat? Hij zegt, alles wat ik doe en mijn leven geven, doe ik op basis van het gebod wat ik van mijn Vader heb ontvangen. En ook dat ik weet, ik mag zeker weten dat ik het leven ook weer kan gaan nemen. Ook als ik het geef, kan ik het ook weer nemen. Ik heb een gebod van mijn Vader. Wat een krachtig geloof en wat een blind vertrouwen had hij in zijn Vader. Waar jij en ik iets van mogen leren om te wandelen in blind vertrouwen naar onze God. Naar onze liefdevolle Vader. Hij legde zijn leven af omdat hem dat geboden was. Hij zei dat God had gezegd dat hij de kracht had om zijn leven af te leggen. En dat hij de kracht had om het weer op te nemen. Hij geloofde dat woord. Hij geloofde dat gebod. Hij geloofde dat als hij zijn leven af zou leggen en onderworpen zou zijn aan Satan. En hij zou zich daaraan overgeven, die macht van de dood. Dan zou dat hij de kracht zou hebben om het ook weer terug te kunnen nemen. Maar niemand had dat ooit gedaan. Niemand was hem daarin voorgegaan. Er was geen voorbeeld. Hij had alleen het gebod van zijn Vader. Jezus ging voor jou en mij naar het kruis door het geloof in zijn Vaders gebod. En hij onderwierp zich aan Satan. Hij legde zijn leven af, werd tot zonde gemaakt voor ons, zodat wij gemaakt zouden worden tot de gerechtigheid van God. Maar in de Bijbel staat dat hij werd opgewekt door de heerlijkheid, of anders gezegd, door de werking van de Vader. Er zijn drie tekstgedeelten die dat beschrijven, waarin staat dat door de werking of door de heerlijkheid van de Vader werd Jezus opgewekt uit de dood. Colossenzen 2 vers 12 kun je dat lezen, Efeze 1 vers 20 kun je dat lezen en in Handelingen 2 vers 24 kun je dat lezen. Hij ging die weg en hij betaalde de prijs voor jou en mij. En die tekst in Colossenzen die we vorige week hebben gelezen, die vertelt je wat er gebeurde. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Hij nam de plaats in van jou en mij, werd tot zonde gemaakt en daar in de tegenwoordigheid van Satan en alle machten van de hel overwon hij de dood op het moment dat Satan dacht, eindelijk heb ik deze Jezus. Satan begreep niet het meesterplan van God. Satan heeft dit nooit aanzien komen. De Bijbel zegt dat ook. Als hij dat van tevoren geweten had, dan had hij de Heer van heerlijkheid, de Heer der Heren, de Heer der heerlijkheid, zou die nooit gekruisigd hebben. Als hij het geweten had, had hij hem met rust gelaten. Maar hij begreep het verlossingsplan niet. Hij kon de Vaders grote liefde voor de wereld en de mens
kon hij, weet je, dat kon hij niet begrijpen, dat hij zijn eigen zoon zou willen geven om de prijs te betalen. Dat zijn dingen, daar kan hij niet bij, daar kon Satan niet bij. Satan zou dat nooit kunnen bedenken, want hij is een groot egoïst. Hij zou dat niet kunnen begrijpen. Satan wist niet wat hij deed. Hij dacht alleen maar, eindelijk heb ik Jezus. Ik heb hem precies waar ik hem wil hebben. Zijn plan is voorbij. Hij zal mijn kop niet vermorzelen. Die heb ik uitgeschakeld. Nu heb ik hem. En op het moment dat de prijs werd betaald, kwam de heerlijkheid van God in die plaats, daar waar Jezus was, in de macht van de dood, daar met de duivel en al zijn machten en al zijn demonen. Halleluja. De Bijbel zegt daar ook dat hij werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Dus daar waar de Satan dacht, ik heb hem, was er in één keer geen recht. Er was geen recht op Jezus. De heerlijkheid van de Vader kwam daar binnen in het rijk van de duisternis. Jezus werd bekrachtigd en hij sloopte de machten en de overheden. Jezus nam zijn leven terug in de aanwezigheid van Satan en al zijn boze geesten. Er was geen legale grond die de Satan had om hem vast te houden of over hem te regeren. Want er was geen zonde in zijn leven, anders dan de prijs die hij betaalde voor jou en mijn zonde. Net toen Satan dacht, dit is mijn grootste overwinning, ik heb de Zoon van God, ik heb het verlossingsplan gestopt, er kan geen verlossing meer zijn, want hij is in mijn macht. Op dat moment kwam de Geest van God, de heerlijkheid van de Vader binnen en richtte Jezus op uit de dood. En Jezus die ontwapende en hij overwon de overheden en de machten en hij stelde hen openlijk tentoon en triomfeerde over hen. Denk daar eens over na. In de Amplified Bijbel staat het volgende. Colossenzen 2, vers 15, kun je dat zien. Hij ontwapende de overheden en machten die zich tegen ons opstelden. Dat is wat er letterlijk staat. Hij ontwapende de overheden en machten. Je moet Jezus daar zien. De duivel en de demonen die lachten toen ze Jezus hadden en hem het dodenrijk invoerden. Toen hij daar stierf aan het kruis en hij werd meegevoerd in dat dodenrijk. En ineens komt daar de heerlijkheid van God de Vader, breekt daar naar binnen toe. En geeft Jezus het leven terug en de plaats explodeert. En Jezus sloopt het hele dodenrijk en hij sloopt de vijand. Hij sloopt de overheden en de machten. Hij breekt de plaats. De plaats explodeert door de kracht van God. En hij neemt alle wapens en alle macht en alle autoriteit neemt hij af van de duisternis en de demonen. Hij sloopt dat dodenrijk van de duivel, dat rijk van de duisternis, sloopt die volledig van links naar rechts, van boven tot onder. De Amplified Bijbel zegt, hij ontwapende de overheden en machten die zich tegen ons opstelden. En hij maakte een openlijke tentoonstelling van hen. Een publiek voorbeeld maakte die van hen. Wat deed hij? Het voorbeeld dat daar gebruikt was zoals de Romeinen op het moment dat ze een veldslag hadden gewonnen. Dan weet je, wat ze dan deden, dan namen ze de koningen en al de machthebbers, die lieten ze in ketenen, lieten ze naakt, zetten ze in ketenen en die liepen achter de overwinnaars aan, in ketenen en volledig naakt. En zo liepen ze dan de hoofdstad in om te laten zien aan iedereen, kijk eens, we hebben ze in de pan gehakt en dit is wat van ze over is. En ze liep, en de een strompelde en de andere lag volledig open aan één kant. Maar ze waren naakt en het was een gejubel van het overwinnende volk. Want kijk eens, daar is de vijand volledig tot schande gemaakt, tentoongesteld. Het zijn deze woorden die gebruikt worden hier in Colossenzen 2 vers 15. Jezus liet niks over van de macht van de vijand en van de rechten die hij had over de mens. Jezus nu, halleluja, werd geopenbaard daar als de Zoon van God. Hij stierf als mens. Halleluja, maar door de heerlijkheid van de Vader kon de dood hem niet vasthouden, zegt de Hebreeënbrief ook. En hij brak uit het dodenrijk. En de heerlijkheid van God zorgde ervoor dat hij gevuld werd met kracht, gevuld werd met leven. En hij sloopte het rijk van de duisternis. En ik wil dat jij weet dat als Jezus je openlijk tentoonstelt en je verslaat, dat je ook donders goed weet dat je verslagen bent. Satan weet dat hij verslagen is. Er overkwam hem daar iets wat hem nog nooit eerder was overkomen. Hij wist, het is over met de autoriteit en het recht en de macht die hij had over mensen. Gegeven door Adam was nu
teruggegrepen en weer opnieuw verkregen door de Heer Jezus Christus. De Bijbel zegt de laatste Adam, de nieuwe Adam, de laatste Adam die een nieuw geslacht maakt. En ieder die in hem gelooft en het leven ontvangt wat hij te bieden heeft, die wordt uit dat geslacht geboren en is vrij van de macht van de duisternis. De Satan kan nooit de dag vergeten dat Jezus absoluut zegevierde over hem en alles van hem afnam. Dat hij hem had veroverd. Dat hij had veroverd toen een mens in zonde viel. Jezus liet hem met lege handen staan, beschaamd voor de neus van al zijn handlangers, de boze geesten. Hij vernederde hem. Hij vernederde hem. Jezus vernederde de Satan volledig. Satan houdt er niet van om vernederd te worden. Hij is een schepsel van hoogmoed. Daarom kwam hij in het begin al in de moeilijkheden. En hij begrijpt dat hij verslagen is. En hij weet dat hij ook nu geen macht meer heeft over jouw leven. En het is tijd dat jij daarna gaat kijken, dat zoals de Bijbel het beschrijft en zoals Jezus hem heeft overwonnen. Want dan weet de duivel ook dat zijn tijd en de klok en de tijd is voorbij in jouw leven. De klok heeft geslagen. Bij jou gaat het begrip, komt binnen. Het licht gaat aan. De duivel heeft geen recht meer over jouw leven. Hij is een overwonnen vijand. Een verslagen tegenstander, ontwapend. Als jij de naam van Jezus gebruikt, trekt hij zich terug. Als jij hem wederstaat, vlucht hij. Hij moet vluchten, want hij is verslagen. Hij heeft geen macht meer. Hij kan niks anders doen dan jou bepraten, zodat jij het woord van God niet meer aanvaardt. Dat is het enige wat hij kan doen. Jou misleiden door andere gedachten die niet in lijn zijn met het woord. Gedachten van neerslachtigheid. Allemaal symptomen in je lichaam brengen. In jouw identiteit proberen te brengen. Ja, jij bent nou eenmaal die persoon. Jij bent nou eenmaal die onzekerheid, die minderwaardige, dat slachtoffer, diegene met die ziekte, vanuit het voorgeslacht en al deze dingen die hij probeert te nestelen. En daar, dat wordt dan het geloof van sommige mensen. In plaats van geloof te hebben in het overwinnende werk van de Heer Jezus Christus. Maar de Satan heeft geen wapens. Het enige wapen wat hij heeft is jouw misleiden. En als hij jou kan weerhouden om te handelen naar het woord van God, kan hij jouw leven beheersen. En daarom, zegt Jezus in Johannes 8 vers 32, je zult de waarheid kennen. En de waarheid zal je vrijmaken. Je zult de waarheid kennen. En de waarheid zal jou vrijmaken. Want je pikt het gewoon niet langer. Je beseft ineens wat die vuile hond in mijn leven. Het is over en uit. Het is over en uit. Het is over en uit in de naam van Jezus. Jij kan niet gebonden blijven als de waarheid je vrijmaakt. Jij kan niet gebonden blijven als de waarheid je vrijmaakt. Satan kan niet in beheer van jouw leven blijven als de waarheid jou vrijmaakt. Want de kampioen van onze verlossing, hij is de grotere. En hij die in jou is, zegt de Bijbel, is groter dan hij die in de wereld is. Hij is groter dan de Satan. Hij is groter dan ziekte en kwalen. Hij is groter dan alle boze geesten. En ik heb nieuws voor jou. Toen jij wederom geboren werd, werd jij groter dan Satan. Groter dan ziekte. Jij bent wederom geboren naar de gelijkenis van degene die de prijs voor jou betaald heeft. Jezus Christus. En dat is de schoonheid en de heerlijkheid van het evangelie. Dat Jezus de eerstgeborene is onder vele broeders. Romeinen 8 vers 29 spreekt daarover. Hij is de eerstgeborene onder vele broeders. Jezus is jouw oudere broer. Halleluja. Jij lijkt op hem. Jij zit in hetzelfde gezin en er is een vorm van gelijkheid. We begrijpen, de religieuze geesten die worden helemaal gek als je dat zegt. Hij is Heer, hij is meester, hij is de koning der koningen. Maar de Bijbel zegt, hij is de eerstgeborene. Wij volgen in zijn voetstappen en wij zijn kinderen van God. Halleluja. Deel van het huisgezin van Jezus geworden. Satan heeft geen recht op jou. Hij heeft geen autoriteit om tegen jou op te staan. Hij is degene die verslagen is. De Weymouth-vertaling van de Bijbel spreekt in die tekst de Colossenzen over agressieve prinsen en heersers die tegen ons opgesteld waren. Agressieve prinsen en heersers van deze wereldorde, de geestelijke dimensie. En Jezus ontdeed hem van zijn macht, stelde hen openlijk tentoon als zijn verovering. Dat is wat er staat. Hij ontdeed hem van zijn macht, stelde hem openlijk tentoon als zijn verovering. Naakt en ontdaan van al zijn wapens en alle autoriteit werd hij tentoongesteld. En Jezus regeerde en hij juichte en hij riep. En hij is bejubeld in de hele geestelijke dimensie. En er is daar een slag geslagen zoals nog nooit geslagen is. Jezus, overwinnaar. Glorie aan God. Denk daar eens over na.
Denk daar maar eens over na. Die heerlijkheid kwam daar het dodenrijk binnen. En Jezus kwam uit de plaats, uit die plaats en opende de poorten van het dodenrijk. En hij nam van Satan de sleutels van de dood en de hel af. De Satan heeft niet langer de macht van de dood en heeft niet langer de macht van de hel. Dat zijn de sleutels die nu in handen zijn van Jezus, zegt de Bijbel. Hij veroverde die sleutels. Dat ziet Johannes, die ziet dat en die hoort dat Jezus zeggen in Openbaringen 1 vers 18. Waar staat, ik ben hij die leeft en die dood geweest is. En zie, ik ben levend voor altijd en eeuwig. En ik heb de sleutels van hel en dood. De Amplified Bijbel zegt daar, ik heb de sleutels van hel. De Amplified Bijbel zegt daar, Hades, wat betekent het koninkrijk van de dood. Hij zegt, ik heb de sleutels, ik heb de boel gesloopt. Ik heb de boel onderuit gehaald. Ik heb de wapens heb ik eruit gehaald. En ik heb nu de sleutels, de autoriteit. Ik heb de macht over hel en dood. Niet langer de Satan. Hij heeft niet eens meer recht om jou enigszins bang te maken voor de dood of voor de hel. Want zelfs daarin heeft de duivel geen macht meer en geen autoriteit meer. Glorie aan God. Hij is de kampioen van onze verlossing. Hij is degene die wij dienen. Halleluja. Hij is degene die ons vrij maakte en ons in de vrijheid stelde. Vrij maakte van zonde, ziekte en alle heerschappij die Satan had. Jezus veroverde alle autoriteit die Adam aan Satan had gegeven toen hij viel. Hij maakte Satan machteloos, nam zijn capaciteiten weg en verlamde hem voorgoed. Satan is ontwapend. Dat is wat de Bijbel leert. En het is tijd dat christenen gaan opstaan in deze waarheid. Satan is ontwapend. De enige wapens die hij nu heeft, zijn de wapens die jij hem geeft. Wat de gemeente betreft, de gemeente van de Heer Jezus Christus, wat de gemeente betreft, heeft hij geen wapens meer. Want in elk opzicht, geestelijk, natuurlijk, welke dimensie dan ook, is hij volledig verslagen en ontwapend. En toen Jezus die prijs had betaald, verscheen hij aan zijn eigen mensen. En hij zei, Matteüs 28 vers 18, alle macht in de hemel en op aarde is mij gegeven. Halleluja. Alle macht in hemel en op aarde is mij gegeven. Dat was op dat moment zo. Waarom? Hij had alles overwonnen. Hij had zich eerst onderworpen in de vorm van zondig vlees. En hij was zonde geworden voor ons. En hij was in die onderworpen staat aan de macht van de vijand. Maar hier, na zijn opstanding, Matteüs 28 vers 18, alle macht en autoriteit in hemel en op aarde is aan Jezus gegeven. Glorie voor God. Hij nam het. Hij nam het van Satan af. Alle macht is hem gegeven. Als Jezus alle macht heeft op aarde, dan betekent dat dat Satan geen macht heeft. Of de Bijbel is niet waar. Of we geloven de vijand, weet je wel, die allerlei andere ideeën geeft. Of we zijn zo natuurlijk van ons denken dat we ons hebben laten in slaap sussen in ons geloof door leugens en door onze ervaringen. En ons geloof niet langer gebaseerd is op het ware woord van God, maar op onze omstandigheden. En dat is een vervuild geloof. En een vervuild geloof ontvangt niet wat God voor ons heeft. Hij zei, alle macht in hemel en op aarde is aan mij gegeven. En nu gaan jullie in mijn naam. Waarom in zijn naam? Want in zijn naam zit besloten de autoriteit en de macht. In de naam van Jezus Christus. Zie je wat hij deed? Jezus betaalde de prijs, nam van Satan alles af wat hij had en liet hem zonder kracht achter. De Bijbel zegt dat hij tot niets is gemaakt. Gereduceerd tot nul is hij. Onthoud dus altijd het verlossende werk van Jezus Christus. Satan is voor eeuwig verslagen en hij heeft geen autoriteit meer over jou. Halleluja. Dit is zo'n belangrijk ding. Dat is wat je moet onthouden. Satan is voor eeuwig verslagen en hij heeft geen autoriteit meer over jou. Het wordt tijd dat dat het startpunt wordt van jouw geloof. En het startpunt wordt van jouw nieuwe identiteit in Christus. Want dan is het tijd, dan heeft de klok geslagen. Dan is de tijd voorbij van alle invloed die de vijand heeft in jouw leven. Want alle invloed die hij zichzelf heeft aangemeten in jouw leven is onrechtmatig, is crimineel. En het is tijd dat jij gaat staan in de autoriteit die Christus jou heeft gegeven in de naam van Jezus. En terugneemt het land wat van jou gestolen is. Jouw land, wat staat, waarmee ik bedoel, je gezondheid, je voorspoed, jouw innerlijke geluk, jouw innerlijke genezing, een heel hart, een gezonde ziel, gezonde geest en een
een gezond, krachtig lichaam in de naam van Jezus. De Satan heeft geen autoriteit over jou. Jezus regeert en alle autoriteit in hemel en op aarde is aan hem gegeven. In Jezus' naam, prijs de Heer. Wauw. Glorie voor de naam van Jezus. Glorie voor de naam van Jezus. Dit moeten we voor ogen houden. Waarom? Dit is de waarheid van Gods woord. Dat was de kracht van de waarheid. De waarheid van Gods woord maakt jou volledig vrij. Prijs de Heer. Misschien wil je erop reageren. Weet je wel, als je vragen hebt hierover, kijk nog eens naar de teksten die ik heb behandeld. Laat de teksten voor zichzelf spreken. Kijk wat de Bijbel zegt. Ja, maar ik zie zus en ik ervaar zo. Wat je ziet en wat je ervaart is allemaal aan een verandering onderworpen. Maar de enige wat eeuwige waarheid is, is het woord van God. En het enige wat ervoor zorgt dat jij kan wandelen in kracht, autoriteit en overwinning, is als jij je geloof bouwt op basis van het woord van God. Niet wat andere mensen je hebben verteld. Niet wat de duivel jou heeft ingefluisterd. Niet hoe je situatie er nu uitziet. Het woord van God is waarheid. En dat is de radicale houding die God verwacht van jou en mij. Radicaal in Gods liefde. Radicaal in Gods kracht. In Jezus' naam. Prijs de Heer. Heb je een vraag? Heb je een getuigenis hierover? Wil je daar iets over delen? Of je wil iets kwijt? Laat het ons weten via info@jubilee.nl. We trekken samen op in het geweldige verlossingsplan wat God voor ons heeft volbracht. En we hebben elkaar hierin nodig in Jezus' naam. Ook als jij een gebedsverzoek hebt, laat het ons weten via prayer@jubilee.nl. We hebben een gebedsteam die met jou bidt. En weet je wel, dat wordt gedeeld. Jouw gebedsverzoek wordt dan gedeeld in een gebedsgroep. En er wordt voor jou gebeden. En we staan op de bres op basis van Gods woord. En we geloven dat God zijn wonderen en alle kracht en autoriteit aan jou gegeven is. En beschikbaar is voor een ieder die gelooft. In Jezus' naam. Prijs de Heer. Ik wil je ook uitnodigen voor de samenkomst. Weet je, elke zondagochtend om 10:00 hier in Geertruidenberg hebben we weer een geweldige samenkomst. Je kan jezelf, weet je, registreren via www.jubilee.nl. Dat is nog even in deze tijd zo. Maar we hopen dat dat ook snel weer weg is. Maar kom naar Geertruidenberg en ervaar Gods grote, geweldige werk hier in Brabant. Halleluja. En natuurlijk, elke werkdag hebben we een Bernhard bemoedigd om 9:30. Volg en like onze Facebook als je dat nog niet hebt gedaan. Ook abonneer je op ons YouTube-kanaal als je dat nog niet hebt gedaan, om verbonden te blijven, zodat wij samen op kunnen trekken in Gods geweldige werk. Denk aan de live groups, de livestream. Het is zo geweldig om deel te zijn van wat God aan het doen is hier in Brabant, in Jezus' naam. Bedankt voor jullie gebeden, bedankt voor jullie aandacht, bedankt voor jullie tijd. De Heere zegene jullie en een hele fijne avond. Weet je dat hij je overroept? Weet je dat hij je dieper roept? Weet je dat er meer is voor jou dan wat je nu ervaart of denkt? Weet je dat jij er echt toe doet? Weet je dat jij van waarde bent? Weet je dat jij een impact maakt, omdat hij door jou heen bent? Ik zoek mij uit naar u, laat alles los van u. Fire.
geef en laat los wat me tegenhoudt. Ik wandel in uw liefde, rol, laat me koud. Yeah. Waar staan zij op de rots? Jezus Christus, oh. Want door hem moet je nooit teleurgesteld zijn. Leuk dat je kijkt naar mijn volgende stap. Leidraad eigenlijk van deze serie is het boekje van mijn volgende stap. Dat is dit boekje. Ik was geraakt door liefde van God, maar eigenlijk zat ik ook nog met heel veel vragen. Ik dacht, oké, ik geloof in God, maar wie is God dan eigenlijk precies? Ik wist nog niet alles van hem. Ik was eigenlijk benieuwd, hoe bid je eigenlijk? We hadden thuis een Bijbel, maar ik vond het vooral een heel dik boek en lastig om aan te beginnen. Dus hoe lees je Bijbel? Wat is het evangelie? Wat is bekering? Waarom zou je naar een kerk gaan? Dus er waren allerlei vragen die in mij opkwamen. En ik denk, omdat ik toch wel vrij blanco stond in het geloof, eigenlijk niets wist, dat ik daardoor ook passie heb ontwikkeld om andere mensen mee te nemen in hun eerste praktische geloofstappen. En ik wil je eigenlijk in deze serie meenemen, in Jip en Janneke taal, in deze vragen. En ik wil je ook echt uitdagen om deze serie te kijken. Het zijn geen ingewikkelde Bijbelstudies. Maar ik geloof wel dat op de manier waarop het mij praktisch heeft geholpen om hiermee aan de slag te gaan, dat het ook jou praktisch zal helpen.